Goedendag allemaal en welkom wederom bij een nieuw filmpje op mijn kanaal. Mijn naam is Anne de Gans en ik neem jullie graag een stukje mee op mijn ontdekkingsreis door de wonderbaarlijke wereld van Warhammer. Onder deze video vinden jullie linkjes naar winkels waarmee ik samenwerk en als jullie iets bestellen via die linkjes, ondersteunen jullie dit kanaal. Alvast heel erg bedankt daarvoor. Vandaag ga ik het hebben over de Termite Assault Drills voor Legions Astartes. Van de Legions Imperialis set. In tegenstelling tot de droppots zitten er hier 8 in plaats van 4. En dat is wel mooi meegenomen. Ik lees online veel klachten over het feit dat deze niet beschikbaar zijn volgens de regels voor de Solar Axilia. Maar alleen voor de Legions Astartes. Jammer jongens. Wie weet gaat het nog komen. Maar vooralsnog. Nee. Deze zijn dus voor de Legions Astartes. Ook in deze zit een hele mooie transfer sheet. Met alle Legions erop. Nou, daar hebben we inmiddels al meerdere van. Hoewel ik deze ook zal gaan gebruiken voor mijn Salamanders Army, denk ik toch dat ik deze zo ga verven. Want weet je, al die groene verf die gaat er onder de grond sowieso vanaf. Dus een beetje metaalachtige uiterlijk. Ik vind dat gewoon wel ja, gewoon mooi. Ik ga ze basen. Op de 60 mm basis, hetzelfde als de droppots. Want dan heb ik genoeg ruimte om ook het uit de grond komen en het terug in de grond gaan te kunnen sculpten erop. Twee sprues, zoals bijna alle andere doosjes. En een ontzettend ingewikkelde en uitgebreide beschrijving hoe het moet. Ik zeg, wauw. 3 keer nummer 1 en nummer 2 en nummer 3. En je hebt het geel al compleet. Topje erop, staartje erop. En dan heb je nog een keuze of je de Termite Twin-Linked Bolters erop doet of het sluisje dichtlaat. Nou weet je, op het moment dat zoiets boven de grond is, schieten gelijk die Twin-Linked Bolters eruit in mijn beleving. En zolang die onder de grond bezig is, is dat keurig gesloten. Dus ja, weet je, zodra je iets maakt dat die boven is, boven de grond, dan moeten die volgens mij eruit zijn. Maar dat is mijn beleving. Het is werkelijk super simpel te maken. Ik heb het een beetje in een lopende band verhaal gedaan. Ik heb eerst alle nummers 1 van beide sprues afgehaald. En daar heb ik driekwart of drie vijfde van de cilinder al mee gemaakt. En daarna heb ik de nummers 2 en 3 aan elkaar vastgemaakt. En daarna heb ik 3 keer 1 en de 2 en 3 die aan elkaar vast zaten als twee componenten aan elkaar vastgemaakt. En je had eigenlijk de volledige cilinder te pakken. Nou, kopje erop, staartje eraan. En ze waren klaar. Ik heb hier wat voorbeelden ervan. Dit zijn alles wat. Dit zijn de 5 die boven de grond gaan komen. Je kan het zien. Ik zal een beetje inzoomen, denk ik zo meteen. Met 2 bolters erop. En als je die gewoon op een 60 mm base doet, heb je genoeg ruimte om er wat van te maken.
Ik heb er 3 geknipt, of door het midden gezaagd. En dan kun je in één keer een hele andere soort bezem maken dat ze net uit de grond komen. Nou, we hebben 3 varianten gemaakt. Net eruit, bijna helemaal eruit. Maar die heb je ook nog eens een keer 3 achterkantjes. Nou, dan kun je dus ook nog een keer bezems maken dat ze de grond ingaan. Of bijna helemaal de grond in zijn gegaan. Etcetera, etcetera. Zou ik dat met alle 8 doen, dan heb je als het ware op het speelveld al 16 afbeeldingen of modellen waarmee je dit kan presenteren. Ik heb nog niet, ben nog niet zover dat ik al ga plakken, want ik wil eigenlijk de bases hetzelfde gaan maken qua kleur als dat ik ze hier voor die dreadnoughts gedaan heb. Maar dan wel een beetje de environment eromheen gemaakt dat ze ook echt eruit komen. Dus ik wil hier een hoop aarde hebben liggen wat omhoog gewerkt wordt. Etcetera. Nou, dat is eigenlijk alles wat ik kan vertellen op dit moment over die termites. Heel simpel te maken. 8 in een doos. En wil je helemaal crea-bea losgaan, kun je uit een doos er 16 maken. Ik vond dat zelf een beetje overdreven. Ik vind 3 van de 8 meer dan genoeg. En misschien dat ik, als ik die andere ook nog ga maken, dat ik het maar bij 3 hou. Want ja, ze hoeven voor mij niet allemaal continu de grond in en de grond uit te komen. Nou, dat is eigenlijk de hele unboxing van de termites. Veel meer kan ik er nu over vertellen. Ik hoop dat dit een beetje een leuk beeld gegeven heeft van de termite assault drills. Tot de volgende keer. De groetjes. Hoi hoi.